dan krijgen we nu proef 25, klasse L1, Tessa Ottenhoff met Miss Blondie. En de jury is A.J. Grossenipper. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zometeen gaan we AXC binnenkomen, arbeidsdraf, C linkerhand, een 6, inzet te vroeg. Ja, dat snap ik. C, slangenvolte 3 bogen, krijgt ze een 7 voor, verder geen commentaar bij. Zoals gezegd is Tess de avond, het is natuurlijk de paascompetitie en dan heeft ze gisteren 2 proeven gereden en vandaag weer 2 proeven. Dus ze heeft de proeven op video na zitten kijken en daar zelf ook naar gekeken wat ze kan verbeteren. En dat probeert ze dan in de tweede dag mee te nemen. Dan gaan we nu naar B afwenden, E linkerhand, 6,5, verder geen opmerkingen. En dan A afwenden, na enkele paardlengtes minimaal 5 meter wijken voor het linkerbeen richting BM. Daarna rechtuit een 6, niet te veel stelling. E afwenden, XAX grote volte rechts en na enkele drafpassen paard de hals laten strekken, 6,5. Ja, Blondie die moet natuurlijk nog meer dat half, Tessa en Blondie moeten dat halfstrekken nog gewoon beter onder de knie krijgen. Het wordt namelijk tussen boeg en knie, daar zit ze wel, daarom krijgt ze ook een 6,5. Kijk maar het zou wel ietsjes lager nog mogen. XB rechtuit, B rechterhand, daar krijgt ze een 6 voor. En dan tussen XBF, teugels op maat, ook een 6. Daarna wordt het afwenden na enkele paardlengtes minimaal 5 meter wijken voor het rechterbeen richting EH. En 6, zie 4. En 4, niet te veel stelling. En dan VH moet voor AH. Dus de voorhand moet voor de achterhand. Ik denk dat dat betekent. En dan MXK van hand veranderen. Enkele passen de draf verruimen. Hier krijgt ze een 7 voor. Verder ook geen commentaar. Kijken of ze ook terugneemt. Ja, netjes hoor. Oké, tussen A en F, arbeidsgroep links, een 7. Hoppa. EEB, grote volte op de volte tussen E en B, enkele sprongen verruimen, een 6. Er staat verder geen commentaar bij. Dus M en C overgang arbeidsdraf, 6,5. En dan HXK gebroken lijn 6, recht houden. Nou, ik zie het niet, maar jullie mogen het vertellen in de reacties. Dus A en F overgang arbeidsstap, een 6,5. En dan FE van hand veranderen en enkele passen de stap verruimen. Dat kan Blondie heel erg goed. Alleen je moet altijd zorgen dat je vanuit arbeidsstap naar die stap verruimen gaat. En ze stapt natuurlijk heel mooi over. Maar je moet ook zorgen dat je daarna weer terug naar arbeidsstap gaat. Even kijken hoor. EH arbeidsdraf. 6,5. En dan krijgen we MXF gebroken lijn. Hier krijgt ze een 7 voor. Dus die houdt ze dan denk ik wel recht. Tussen A en K arbeidsgroep rechts aanspringen, een 7. En dan E, B, E grote volte en op de volte tussen B en E enkele sprongen verruimen, een 6,5. Daarna krijg je tussen H en C overgang arbeidsdraf een 6 en dan staat er net op tijd. Dus ik denk dat ze wat laat was. Ja, nou, het hoofd was nog voor de C. BX halve volte halve baan, een 6,5. Tussen X en G halt houden en groeten ook een 6,5.
Gang aan een 6, impuls een 6,5. Het rechtrichten, ontspannen in de aanleuning gaande een 7. Harmonie 7, houding en zit een 7. Er staat onder netjes en het totaal aantal punten is 193,5.